Ik kan mij al 20 jaar heel erg motiveren om bij Brandon Bacchus te blijven spelen. Ten eerste omdat het een grote groep vrienden is. En ten tweede, als je ziet de evolutie die we over de voorbije 20 jaar hebben doorgemaakt, zijn we van een bende middelmatige amateurs naar een groep van de betere amateurs gegaan, zal ik maar zeggen. Dus we hebben toch progressie gezien over die 20 jaar. En al 20 jaar staat dezelfde dirigent Bart van Eygem voor ons orkest. En dat is toch wel de grootste drijfveer om er te blijven voor gaan. We hebben getracht om in Tielene het verschil te maken in de interpretatie van vooral het middendeel, een zeer melodisch deel. Het begint met een solo voor twee slagwerkers en het wordt dan overgenomen door verschillende andere solisten. En daar hebben we heel veel aan gewerkt, crescendo's, diminuendo's, dan weer op een ander moment crescendo en diminuendo gemaakt, samenspel. Dat hebben we op heel veel manieren proberen te interpreteren en we denken dat we een zeer goede manier hebben gevonden. En daar hopen we dan vandaag toch het verschil mee gemaakt te hebben.